kom. Oh god. Sexy beast. Nou, weer een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. Dat betekent dat Den Bompa vrij is. En dat vind ik altijd extra gezellig. Nu dat ik hele dagen alleen thuis zit. Nou, dat klinkt wel heel zielig. Maar ik vind het echt extra leuk. Ik vond het altijd wel leuk om samen vrij te zijn. Maar nu, in deze werkeloze fase, vind ik het extra leuk. Ja, en er is een klein wondertje gebeurd, want het is net 9 uur geweest en ik ben al helemaal aangekleed, mensen. Nou, wie had dat kunnen denken? Ik ben zelfs al getoucht. Nou ja, dat lijkt me logisch. En vandaag gaan we even naar mijn zus. Mijn zus Odette is schoonheidsspecialiste. En we hebben allebei vandaag een gezichtsbehandeling, want dat mag ook weer. Hè, de contactberoepen mogen weer hun werk uitoefenen. Ik dan persoonlijk niet, maar mijn zus wel. Dus daar gaan we straks heen. En Dennis is nu even boodschappen aan het doen. Oh ja, en ik ga jullie even laten zien wat ik aan heb. Oké. Ja, het is heel kleurrijk vandaag. Moet je kijken, die broek is heel kleurrijk. Het is ook lekker sportief, zeg maar. Nee, dit alles, behalve dan die legging. Want die heb ik al een tijdje, maar die trui, die broek en die schoenen, die heb ik bij de Primark gekocht. En het was bij elkaar 38 euro. Nou ja, we zullen zien hoe lang het meegaat. Zo, zo'n hele goede cd dit. Mag ik een liedje uitzoeken? Ja hoor. Jee! Zit. Nee, volgende week. Goed zo. Nou, ik heb ook een aantal die... Zit. 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 1, 2. Mijn vriendin bijvoorbeeld zegt dan van... Goed zo. Ja, weet je, ik moet nog eerst pedicure. Goed zo. Hoesje, poesje, poesje. Kom ik over een week op 3, 4. Nou, daar gaan we. Gaat het lukken, denk je? Ja hoor, komt helemaal goed. Nou, gelukkig. Je wordt prachtig. Nou,
Ben je weer mooi? Ja, ik wel. Mijn wenkbrauwen zijn weer gedaan. Dat is altijd een beetje opvallend de eerste dag, maar dat is morgen weer wat minder. En ik heb een hond, die ligt mijn voeten. Kijk even in de camera om te laten zien hoe knap je bent. Oh. Nou, dankjewel lieve zus. Tot de volgende keer. Super blij mee. Goed zo, geniet ervan. We zijn even naar Den Haag gereden. We zijn nu net geparkeerd in de parkeergarage. Want Dennis wilde even iets halen bij de Swarovski winkel. En even gewoon een leuk rondje lopen in de stad. Dat is altijd leuk. Dus dat. Ja, we staan nog steeds in die garage. Inmiddels een minuut of 10. Want die auto van Dan, die van de zaak is trouwens. Die moet opgeladen worden, want dat lukt of niet. Nou, we kunnen gelukkig maar wel naar huis, met nog genoeg stroom. Maar we zijn er nu al een tijdje mee bezig. Hartstikke fijn, een elektrische auto. Gezellig. Mooi Den Haag. Zijn ze ook aan het vloggen? Ja. Ik heb content aan het maken. Nou, kom. Ik denk dat mensen psychische klachten hebben. Mooi binnenhof. Toortje. Dag Rutte. Maurits Huis. Wee. De ridderzaal. Even kijken of Willem thuis is. Aan het werk. Ja, hij is er nog aan het uit. Telecommunicatie spreekt met Arjen. Nou, we hebben even een broodje bal en een broodje kroket gehaald. En we zitten nu even lekker op een bankje. Midden in de stad. Is lekker. Heerlijk, heerlijk weer. Nou, dat was het, geloof ik. We staan er in de garage, deed net de oplader het niet. Nu doen de betaalautomaten het allemaal niet. Dan staan we dus met z'n allen in de rij te wachten totdat één mannetje de slagboom één voor één open doet. En dat duurt best wel lang. Ik zal even laten zien wat Dennis gekocht heeft bij de Swarovski winkel. Dat vond hij leuk. Een sterrenbeeld in een leuk klein. Kan ik daar scherp op stellen? Een beertje met een sterrenbeeld. Ja, is toch schattig. En omdat hij nog verjaardagskorting kreeg. Kreeg ik er ook een. En ik ben Stier, dit was vorige week jarig. En die. Het ziet er zo uit. Nou, dat is toch schattig. Heb ik gehad. Nou, leuk. Dus dat was de reden waarom we naar de stad waren geweest.
zijn bek zit onder. Ja. Voor potje, kom eens hier. Dat mag gewoon niet. Ik vind het ook zo onnodig allemaal. Die pinnen op de bank. Ja. Waarom eet je niet alles op, Tittel? Kom maar. Het is helemaal van in paniek. Dikke doei zeggen, want zij wil vast niet in beeld. Maar ze blijft vanavond lekker eten. Oh!